Na lang wachten is het eindelijk zover. 2000 deelnemers. 3 prijzen. De eerste winnaar zit in groep 7. Wie bedenkt de beste griezel voor deel 2? Dit is de uitslag van de vriezelige verzinwedstrijd. Sorry, weet jij misschien wie de juryleden zijn? Oh, je bent er zelf een. En waar ga jij op letten? Ik ga erop letten of de griezel ook echt griezelig is en of je om hem of haar kan lachen. En dit is Lara. Waar ga jij op letten? Ik ga extra letten op jullie originaliteit. Heb ik jullie griezels echt nog nooit gezien? En dit is Kelly, de schrijfster van de vriezels. En ik ga erop letten of jouw griezel echt goed past in het verhaal van de vriezels deel 2. Zo, 2000 inzendingen. Heel veel succes met het beoordelen, meiden. Zij kan aardbevingen maken als ze rilt. Dit is de flyopus. Ja, ik snap dat het heel lastig is, maar er moeten toch echt keuzes worden gemaakt. Het beste kiezen uit zoveel goeds. Deze! Dat blijkt toch wel lastig te zijn. Ja, dit is het moment dat het heel spannend wordt. De dames komen er niet uit. En de tijd begint ook te dringen. Oh, spannende muziek zo. En wel. Oh, ja! Ze zijn aan het opruimen. En ook nog een high five. Nou, dat moet goed nieuws zijn. Kijk nou, de Walk of Fame. We zijn echt overweldigd door alle inzendingen. Meer dan 2000 kinderen hebben hun griezels ingestuurd. We hebben echt zo ontzettend gelachen en gegriezeld. Het was echt een groot feest om ze allemaal te bekijken. En natuurlijk ontzettend moeilijk, want welke griezels krijgen nou een plekje in de griezels deel 2? Het is nu tijd om de uitslag bekend te maken. Maar voordat we dat bekendmaken, zijn er andere prijzen te vergeven. Namelijk 5 keer een schoolbezoek. Bij wie komt Kelly binnenkort op school? En de winnaars van het schoolbezoek zijn... De Luidhorst in Nijmegen! De Luidhorst deed mee met de groepen 4, 5, 6, 7, 8 en 8. Kijk eens wat een goede griezels! De Zonnewereld in Utrecht! De Zonnewereld deed mee met de groepen 3, 4, 5, 4, 5, 6 en 6, 7, 8. Oh, dat is handig. Allemaal ingescand. De VSV in Vlissingen. De VSV stuurde een zware envelop met geweldige griezels van de groepen 5, 6, 7 en 8. Het Rubenshof in Oosterhout. Het Rubenshof stuurde ontzettend mooie verhalen van hun 2 groepen 4. Gefeliciteerd! De Achtbaan in Voorhout. De Achtbaan stuurde ware kunstwerken van hun groepen 4, 5, 5, 6 en 7. De tweede prijs zijn tickets voor het grote Halloweenfeest. Deze zal plaatsvinden na het verschijnen van de Vriezels 2. Tickets voor het grote Halloweenfeest! Ik ga als een oogbalheks. Oké, steek nu allemaal je hand op als jij denkt dat jouw klas bij de winnaars zit. En de winnaars zijn... Groep 5, 6 van de Overplaats! Hier zie je een paar van de fantastische griezels van de Overplaats. De groepen 5 van de Kwikstaart. En ook de Kwikstaart schreef geweldige verhalen bij hun griezels. En groep 5, 6 en 7 van de Avonturier. De kinderen van de Avonturier barsten van de fantasie. En dan als laatste, de winnaar die een griezel heeft bedacht die straks echt in de Vriezels deel 2 voorkomt. Dat zou er eigenlijk maar eentje zijn. Maar het was zo ontzettend moeilijk om te kiezen, want jullie hebben zoveel geweldige ideeën ingestuurd, dat we ervoor hebben gekozen om maar liefst 3 griezels te laten winnen die straks dus echt voorkomen in de Vriezels deel 2. En wat winnen deze verzinners? Hun griezel krijgt een rol in de Vriezels deel 2. Ze zijn eregast op het grote Halloweenfeest en winnen daarmee tickets voor de hele klas. En ze winnen een exemplaar van de Vriezels deel 2.
De eerste winnaar zit in groep 7. Dat klopt niet. Het is groep 5. Deze winnaar bedacht een heerlijk, griezelig personage die voor hele hilarische situaties kan zorgen in het boek. En ook een beetje vieze situaties. Vies, omdat het met snot te maken heeft. En wel levensnot. Gatver. De winnaar is... Anouk Vriezel, de Vries van de Werenfriedes in Wervershoofd. Gefeliciteerd! De tweede winnaar is 9 jaar en zit in groep 6. Toen ik deze tekening zag, dacht ik, ja, dat is origineel. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Dit personage heeft niet 1, maar 2 hoofden. 1 normaal hoofd en 1 doodskop. Heel griezelig dus. Maar ook grappig, want ze kunnen met elkaar ruzieën. En deze hoofden zitten niet aan een gewoon mens, maar aan een boom. En de winnaar is... Gijs Verdonschot van de Werenfriedes uit Wervershoofd. Gefeliciteerd! En de laatste winnaar zit in groep 5. Dit personage past zo goed bij de Vriezels deel 2 dat ze nu een hele grote rol heeft. En ze staat op de voorkant van het boek. De speciale kracht van dit personage past ook heel goed bij Appel. Want ook dit personage kan een deel van haar lichaam weggooien. Het is grappig, griezelig en super bizar. En de winnaar is... Daantje Jansen van de achtbaan in Voorhout. Daantje verzon een oma die haar gebit kan uitgooien, dat dan in een kat verandert. Gefeliciteerd! We willen jullie allemaal nog even heel hard bedanken. Wij hebben er zo genoten van alle inzendingen, alle verhalen, alle tekeningen. Echt te gek. Ik wil ook nog even zeggen dat jullie echt een speciaal plekje in mijn hart hebben veroverd. En dat ik er echt alles aan ga doen om dit jaar jullie alsnog allemaal te ontmoeten. En nog 1 dingetje. Niemand mag het weten. Maar ik wil jullie een kleine sneak peek geven. Alvast van het omslag van de Vriezels deel 2. Oeh, spannend. Welk stukje zullen we te zien krijgen? Oh, dat is de oma die Daantje heeft verzonnen. En om af te sluiten wil ik heel graag een heel groot applaus voor iedereen die heeft meegedaan. Ik wil dit helemaal niet. Eten, eten, eten. Gadver.